niet voor de geld houden. Ja? 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 Oh, ik heb het graag wel een keer van die... Yeah.
en heren, welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal komen hier in zo'n grote vertaling. Het is ook wel een heel bijzonder moment vanmiddag. Want vandaag gaan wij een schitterende worstbeeld van Johan Cruijff onthullen. Dit is de volgende stap eigenlijk in ons hele naamswijzigingsproces. Wij 25 april toen de naamswijziging aangekondigd. Met een mooie ceremonie te midden. En wij zijn op heel veel pers. Daarna hadden we al prachtige banners op de kantoorhuizen hangen. Dus hier en daar is het gebouw inmiddels ook al enigszins aangekleed. Maar wij vonden dit toch wel een hele mooie plek om Johan heel op een bijzondere manier te eren. Niet alleen met dit borstbeeld, maar ook met deze tegeltjeswand, een soort tegeltjes graffiti, met het hele levensverhaal van Johan geprojecteerd. Na de officiële handeling gaan we ook even met z'n allen langs het kunstwerk en weer terug. En dan heeft iedereen ook de gelegenheid om dat van dichtbij te studeren. Voordat wij overgaan tot de officiële handeling, jij wilt eerst nog even zeggen. Ja, goedemiddag, namens Cruijff, deels de familie, maar ook alle Cruijff-organisaties zijn wij ongelooflijk trots om hier te mogen staan. Dit is natuurlijk weer een ontwikkeling in dat deze mooie arena steeds meer naar Johan wordt, niet alleen genoemd, maar ook steeds zichtbaarder wordt. En we vinden het hartstikke mooi, en laatst was ook Jordi in december hier in de arena. En die noemde toch dit als een soort van thuis, een van de thuisjes van zijn vader. Want ook in Barcelona wordt een stadion gebouwd. Maar we vinden het bijzonder eervol dat alle fans van Ajax en Nederland zelf, maar ook bezoekers van evenementen in de arena op deze manier tot een aanraking kunnen komen met Johan. En door dit soort ontwikkelingen wordt ook het verhaal steeds meer verteld. Dus wij zijn zeer blij met alle ontwikkelingen vanuit de arena. Heel erg blij ook dat Ajax en vooral ook de fans met een standbeeld binnenkort Johan echt blijven te eren. We vinden het bijzonder mooi en namens de familie heel erg trots op dit eerbetoon. Dank je wel. Nou, we hebben Wim Suri hier, ploeggenoot van Johan in het illustre elftal, bereid gevonden om de officiële handeling te verrichten. Dus Wim, aan jou de eer. Je hebt geoefend, je weet hoe het moet. Heb je een begeleiding? Volgens mij moet je het gewoon maar doen zoals je denkt dat het goed gaat. Nee, ja. Ga je voor.
Hoi Han. Ja, dat komt wel.